Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 8 hier in Engeland. Ja, bij de vorige aflevering in Oostenrijk gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht voor het i'tje, klik daarop en zie je die aflevering verschijnen. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan als je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam zit in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie. We zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie natuurlijk in Silverstone. Ik moet wel toezeggen en toegeven, Silverstone is nooit mijn beste circuit geweest. Ook in F1 2020 My Team Career Mode struggelden wij daar gewoon heel hard. En ik verwacht daar nu ook weer heel hard te gaan struggelen. Wat jammer is, maar goed, we kunnen er niks aan doen. De auto is gewoon nog niet goed genoeg. Zo simpel is het. Ik heb wel een aantal onderdelen van de motor vervangen. Dat mocht ook gewoon nog. Want pas bij onderdeel nummer zoveel, als je die dan vervangt, dan krijg je een gridstraf. En dat was bij de CE dus niet. Dit is onze tweede CE van dit seizoen, dus we moeten een beetje voorzichtig aandoen. Terwijl we een P18 laten noteren met een 1.28.241. We gaan inmiddels onze laatste run in. Kijken of we ons kunnen verbeteren. We zitten wel in het groen, maar een paar duizendste onder onze eigen tijd. Ik zie je daar een klein beetje door. We keren ook aan de linker voorband, maar op de exit pakken we wat tijd goed. Schumacher is naar P16, dat doet hij heel knap voor een haast. Want dat had ik niet verwacht, krijgen een track limits waarschuwing. Groen in sector 1, rood in sector 2. We zitten 14e onder onze eigen tijd. En dat is een P17. Maar de uitslag. Charles Leclerc op P1, daarachter Ricciardo op een 10e. Daarachter Verstappen op een 10e en Bottas op 2/10. En wij liggen eruit op P18. Jammer, maar helaas. Schumacher ook niet door, Russell niet door, Latifi niet door, Mazepin niet door en Lundgaard niet door. Dat betekent dat we vanaf P18 moeten gaan starten en ik kan je nu alvast verklappen, het regent zometeen tijdens de wedstrijd in Engeland. Dus dat belooft nog wat. We gaan het gewoon zien voor carrière aflevering 8. We return once again then to the home of British motorsport and the birthplace of the Formula One World Championship. It's race day here at Silverstone and it's time for the British Grand Prix. Silverstone circuit then. It's 3.6 miles long and has a total of 18 corners. And of course, is no stranger to the rain. There won't be any DRS available in these conditions, but the Wellington and Hangar Straits are still good opportunities to tuck into the slipstream and make a pass. And with me as usual is Anthony Davidson. Let's have a chat about McLaren. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Lando Norris put in a fantastic lap yesterday and will start from pole position. And it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have Bottas, Ricciardo, Max Verstappen, and Perez, Leclerc, Sainz, Gasly, and Yuki Tsunoda, Vettel, Stroll, Esteban Ocon, and Raikkonen, Giovinazzi, Mick Schumacher, the Professor, and Nicholas Latifi, Mazepin, Lundgaard, Fernando Alonso. They've taken a grid penalty and George Russell ends our grid lineup. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can prevail today. The points finish last race. Let's aim to keep the momentum going. Momentum moeten we dus meenemen, zegt Jeff. Wat een goede grap, want het gaat sowieso niet gebeuren. We moeten gewoon het beste van zien te maken. Daar gaan we dan voor. Carrière aflevering 8 hier in Engeland. We starten vanaf een P17. Op de full wet, de lampen zijn uit en we zijn onderweg en we komen slecht van onze plek weg. Want daar zit al gelijk Nicolas Latifi te kijken aan de binnenkant.
remmen wat later, maar die kunnen we helaas niet vasthouden. En ook gelijk Christian Lundgaard kijkt gelijk met ons mee. We zijn naar een P90, maar kunnen een divemove maken. Nou, ook gelijk naar Lundgaard, Schumacher en Latifi. Duwen Schumacher hier wijd, jazeker. We kunnen de beide Alfa's helaas net niet passeren. En hier proberen op een exit. Lukt dat? Dat lukt. Maar we zitten klem tussen de beide Alfa's. Nicolas Latifi kijkt aan die buitenkant. Gaat naar de binnenkant. En raakt ons. Nicolas Latifi raakt ons op het achterwiel. We zijn gespind en hebben volgens mij een paar mensen geraakt. Maar wat een rare actie van Nicolas Latifi. Die daar gewoon onze race gelijk in het putje gooit. Dat is per punten weg. We gaan even kijken naar de herhaling van de start. Hier gaat alles nog oké. Die Ferrari is wat agressief. Zie ik, dat is volgens mij Carlos Sainz. Lando Norris komt goed door bocht 1 heen. Dan zitten wij hier achter Christian Lundgaard. Maken een divebomb naar de beide Hazen en een Williams van Latifi. Dan duwen wij daar Schumacher wijd. Latifi kijkt eraan die buitenkant. Dan zitten we klem achter de Alfa Romeo's. Dan heeft Latifi hier momentum. Zit in mijn slipstream. Wij kijken naar de binnenkant. Ja, en Latifi die raakt ons gewoon. Latifi raakt ons. En Schumacher kan nergens naartoe. En wij spinnen ook. En dat is jammer. En Latifi kan zijn weg gewoon vervolgen. Aan boord bij ons. Ja, wij maken een manoeuvre naar links. En willen dus naar rechts. En Latifi, die zit daar. Ja, ik vind het meer mijn fout. Dit keer aan boord bij Schumacher. Ja, Schumacher kan daar nergens naartoe. Schumacher kan daar nergens naartoe en ik geef mezelf gewoon de schuld. Want ik bewoog gewoon naar rechts. Kijk, Latifi wil hier in mijn slipstream. Kijk naar die binnenkant. Lukt niet en ik wil de bocht halen. En dus stuur ik naar rechts toe. En daar zit Nicolas Latifi. Dus dat is gewoon mijn fout. Die schuld neem ik op mij. En ja, dat kroon ik dus helaas met een P21. En dat gat naar Latifi is dus 5,6 seconden. En dat is nogal groot. Door die startcrash helaas. Norris leidt gewoon nog de wedstrijd. Het zou mooi zijn als Norris de wedstrijd gaat winnen. Voor zijn thuispubliek. Het zou wel mooi zijn als dat gebeurt. We hebben gewoon last van, denk ik, de schade. Problemen met de EC. Sorry, de IS. Hoe meer capaciteit we vasthouden, hoe meer capaciteit we ook verliezen. Dat is niet goed. Het is geel bij Mackets & Beckets. Daar rijdt een McLaren. Nee, sorry, daar staat een McLaren stil. Dat is Lando Norris. Lando Norris uit leidende positie is, denk ik, gespind. Of heeft hij een touché gehad? Norris staat daar stil. Dat zie ik. Gele vlag. Lando Norris is gedisqualificeerd. Okay, clear. Wat heeft Norris daar dan gedaan dan? We hebben volgens mij een replay. Kan ik even erin zetten. Die komt nu in beeld als het goed is. Daar heb je hem. Aan boord bij Lando Norris. Ronde nummer 2 bij Mackets & Beckets. Ja, waarom schakelt hij in één keer naar zijn 8 toe? Ja, dan krijg je dit. Norris met een domme fout heeft ook een lekke band volgens mij. En kan daar niet wegkomen. Norris die gewoon in Mackets & Beckets, daar schakel je van 6 naar 7. Gaat in één keer naar 6. Dan, sorry, van 6 naar 8. Ja, dat helpt niet Norris. En dan krijg je dit. En dan word je ook nog gedisqualificeerd vanwege te lang stilstaan op de baan. Dat is niet goed. Dat is gewoon dom. Ja, het gewoon een lekke band rechtsachter. We zien dat de tires are too hot. You need to cool them down. Find some standing water. Gap to teammate. En ja, dat is dus jammer van Lando Norris. Wat ook jammer is van ons, is dat de banden te heet zijn. We moeten wat standing water gaan opzoeken om de banden te koelen. We zitten in ronde nummer 5 van de wedstrijd. En dat gat naar Nicolas Latifi is gewoon 14,5 seconden, jongens. Max Verstappen uitgevallen. Max Verstappen uitgevallen in Silverstone. Hoe toevallig is dat? Want in real life viel hij ook uit met het dossier van Lewis Hamilton. En diezelfde Lewis Hamilton leidt natuurlijk de wedstrijd. Dat is wel erg opmerkelijk. Maar goed, onze landgenoot doet niet meer mee voor de overwinning. En moet de strijd dus staken in Engeland. Zat uitkomen Luffield?
ja, dat is uitkomen Luffield. Die staat daar stil. Nou, dat is jammer voor onze landgenoot. En wij schuiven een plekje op. P19. Oftewel, laatste. Sorry, 1 na laatste. Dus koop er helemaal niks voor. En Lewis Hamilton is gewoon bloedsnel. We duiken naar binnen voor onze eerste pitstop van de dag. En we gaan naar de intermediates. Lund gaat nog een lange door. Gaat nog een ronde langer door. En kijken of wij misschien een undercut kunnen proberen op onze teamgenoot. Want we zaten wel wat in de buurt van Lundgaard. Kijken wat deze pitstoptijd wordt. 3 seconden. Een hele safe pitstop. Jammer. Ik had gehoopt richting de 2 seconden. Maar goed. Soms heb je van die dagen. En ik denk dat het team gewoon denkt. Weet je wat. Hij rijdt toch helemaal stijf achteraan. Laten we lekker rustig aan doen. Terwijl we daar een moment hebben in de pitstraat. Bijna geen voorbeelden kwijtgeraakt. Dat scheelde maar heel weinig. Maar goed. De auto toch nog mooi gered. Dat vind ik heel knap van mezelf. En we rijden dus op de intermediates. Ook Nikita Mazepin is naar de in dus. En nu komt ook Valtteri Bottas naar binnen. Daniel Ricciardo en de andere rijders die hun pitstop hebben gemaakt. Die zijn al, ja, hebben al een ronde langer doorgereden. En hun teamgenoten komen nu naar binnen. Zo simpel is het. We zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd. Nog 18 rondes te gaan. Dus het moet nog even opschieten. En ik ga er gewoon van uit dat we op P20 finishen. Of P19 of P18, ik zie het wel. Maar we moeten er wel voor knokken, want Silverstone nogmaals is niet mijn snelste circuit. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Alsjeblieft abonneren voor meer. We hebben de 93 abonnees aangetikt. Als ik het goed zeg, of de 94. Laten pushen naar die 100. Dus ben jij nieuw? Abonneer dan, terwijl Mick Schumacher probeert te kijken bij ons. Dat lukt niet. Vond je deze video nou leuk? Beloon het dan met een like. Vond jij het niet leuk? Dislike het dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Schumacher kan hier niet kijken. There's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now. Geen plannen voor een safety car, terwijl Schumacher hem daar gewoon bij Mackets en Beckets gewoon naast zet. Dat is heel gewaagd van de Duitser. Maar die plek hebben wij niet hoeven af te staan, omdat we gewoon keihard verdedigden. Zo doen we dat dus. En Schumacher kan niet goed terugkomen op Hangar Straight. Zeg ik dat goed? Is dat wel Hangar Straight? Weet ik niet zeker. Bij Kops kan hij kijken naar de buitenkant, maar hij laat hem niet staan. Ook Nikita Mazepin is aangesloten en heeft Mick Schumacher te grazen voor P19. Blokkerend linker voorwiel. Mazepin kijkt naar de buitenkant, moest er even ontwijken en we krijgen blauwe vlaggen van Lewis Hamilton. In ronde nummer 19 zet hij op onze ronde neer. En dat is pijnlijk voor ons. En daar laten we dus de Brit voorbij. Oh, dan doet hij dit wel heel knullig. En dan heeft hij nu last van Nikita Mazepin en Mick Schumacher die voor hem neus rijden. Ook momentje overstuur. En Mazepin en Schumacher maken dit Hamilton een beetje lastig. En Hamilton gaat daar via die buitenkant gewoon voorbij. Nou, nee. Niet dus. Nikita Mazepin kijkt dit keer wel aan de buitenkant. Gaat voor positie trouwens. Blue flag, blue flag. En blauwe vlaggen voor ons. Hamilton moet eerst Mazepin voorbij. We krijgen track limits waarschuwingen. En we moeten Hamilton hier gewoon voorbij laten. En dat doen we ook. We gaan gewoon naast de baan rijden. En de positie sluiten wij gewoon af. Want ik ga nu mee profiteren, hopelijk, van de slipstream die Lewis mij kan geven. Maar ja, dat ziet al in Mackets en Beckets. Ben ik de auto gewoon niet de baas. Want de auto wil gewoon wegglijden. En dat is heel irritant. Dat heb ik alleen maar in Silverstone. Wat gewoon irritant is. En wij proberen wat over het rechte stuk heen te wiebelen. Oh, Nikita Mazepin. Sorry. Mick Schumacher zat daar aan mijn binnenkant. En is gespind. We moeten blauwe vlaggen geven aan heel veel jongens. Voor ons. Terwijl wij gewoon daar even Charles Leclerc gewoon blokkeren.
omdat hij er niet langs mag van ons, want dat is geen inhaalplek. Geen safety car op de baan, gelukkig maar. En nu moeten wij naar Nikita Mazepin toe rijden. Die heeft blauwe vlaggen en dat geeft ons een kans om misschien aan te vallen bij de Rus. En daar gaan we voor. Een hele diepe divebomb naar de Rus toe. En die plek is van ons. Charles Leclerc heeft het lastig met blauwe vlaggen. En wij moeten hem hier gewoon voorbij laten. Kan dat hier ook? Dat kan hier ook. En we laten hem mooi voorbij. Ook zijn teamgenoot laten we voorbij. En die beide Ferraris zijn nu aan het klokken. Dat ging maar net goed in bocht nummer 1 tussen die beide Ferraris. En kijk, Sainz is langzaam. Sainz is langzaam. En we kijken hier gewoon naar die binnenkant. En Sainz stuurt gewoon op ons in. Dat is een eigen fout. Hij had gewoon ruimte voor ons moeten laten, want wij mogen onszelf gewoon unlappen. Dat mag gewoon. Wat hetzelfde met Ocon en Verstappen deed in Brazilië 2018. Hetzelfde verhaal, alleen toen was Sainz geen leider. Blauwe vlaggen. Weer van Carlos Sainz, als ik dat goed zeg. Jazeker, en we laten hem dit keer gewoon nog niet voorbij, want we remmen wat later dan de Spanjaard. Ik wil die plek gewoon niet afgeven. Waarom? Het kost mij tijd. Met Nikita Mazepin. Dat gat is 5,0 seconden. 4,9. En dat wordt alleen maar kleiner. We zitten in ronde nummer 23 alweer. Nog 3 rondes te gaan. En dan zit deze wedstrijd er alweer op. Weet wel, we finishen in ronde nummer 25. Waarom? We hebben een ronde achterstand op Lewis Hamilton. Ik zie geen blauwe vlaggen die worden gezwaaid. Gek. Sainz zit daar nog steeds achter ons. Ah, dit keer blauwe vlaggen. Sainz moeten we voorbij zien te laten. Sainz gaat er niet voorbij. Waar dan wel, jongen? Daar dan. En is ons voorbij. Wie is dat die daar rijdt? Gasly. En die kon daar gewoon niet voorbij. Want ja, op die plek kan je gewoon niet inhalen, jongen. Dat is gewoon zo simpel. Tenzij je Max Verstappen heet. Maar goed, wij zijn geen Max Verstappen. Wij zijn Gianni Schapen. Lewis Hamilton zet de snelste raceronde neer. Ik weet niet welke tijd het is. We zitten in ronde nummer 24. En we krijgen weer blauwe vlaggen van andere rijders. Deze is volgens mij Pierre Gasly. Hamilton rijdt in ronde nummer 25 van de wedstrijd. En wij laten... Nee, sorry, dat was Lance Stroll. En daar heb je Tsunoda. Waar is Gasly dan? Goeie vraag, weet ik niet zeker. Maar wij kunnen mee profiteren van Yuki Tsunoda, van zijn slipstream. En we moeten van hem blijven profiteren om weg te rijden van Nikita Mazepin. We proberen het aan de binnenkant gewoon te kijken. En dat mag gewoon. We brengen niemand in gevaar. Maar Mazepin zit wel bij ons te kijken. Dat gat is 16e. We zitten in ronde nummer 25. Dit is eigenlijk voor onze laatste raceronde. Want Lewis Hamilton gaat zometeen de wedstrijd winnen. Want die zit in de laatste raceronde. Wij moeten alleen nog even Nikita Mazepin zien af te stoppen. Als dat lukt voor ongeveer 75% van de race. En Mazepin kan hier niet kijken, want die zit te ver weg. Lewis Hamilton komt bij de laatste sector van het circuit aan. Om zo de overwinning te pakken hier in Silverstone. Pakt hij ook de leiding in het WK? Weet ik niet zeker. Nikita Mazepin doet daar een aanval. Een laatste poging misschien. Voor P18. Maar dat lukt niet. Lundgaard finisht op P17. Hij verslaat ons. Mazepin kijkt hij naar de buitenkant. Maar wij duwen hem daar gewoon op het gas. Lewis Hamilton wint zijn thuiswedstrijd. Mazepin zit daar gewoon nog te kijken bij ons. Een leuk gevecht in de laatste raceronde. En Lewis Hamilton pakt 25 punten. Verstappen pakt helaas 0 punten. Dus ik denk dat Hamilton de leiding overneemt van Max in het wereldkampioenschap. Nikita Mazepin probeert het hier nog. Maar wij bewegen wat op het rechte stuk om te zorgen dat hij niet van de slipstream profiteert. Dat gaat ook niet gebeuren. En Nikita Mazepin finisht op P19. Wij op P18 mogen niet tevreden zijn met deze grote prijs. Want die eerste bocht dat was gewoon fataal voor ons. We zijn gewoon niet meer naar voren gekomen. Helaas... Pindakaas, op naar de volgende wedstrijd in Hongarije. Alright, race over. Take care of the car on the way in.
Plenty of action here at Silverstone. It was a memorable race, and what an impressive victory. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? Rain always has the potential to liven up a race and mix up the order, and they've taken full advantage of that to claim the victory today. It's always a bit of a lottery when the conditions are like this, but they've managed to stay on circuit and have come out on top. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot, a well-earned victory for Mercedes. De uitslag van de wedstrijd, Lewis Hamilton wint dus de grote prijs van Engeland. Zijn thuiswedstrijd wint hij dus. Pakt ook de snelste race ronde punt. Perez naar P2. Bottas maakt het later podium compleet. Ricciardo naar 4. Leclerc 5. Sainz 6. Gasly 7. Vettel 8. Stroll 9. En Tsunoda op P10. Raikkonen op P11. Ocon 12. Giovinazzi 13. Fernando Alonso, 14e. Maar goed, deze aflevering zit er al voor op, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 My Team Creator content. Schakel ook een like en belletje aan, als je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was de journal, mensen. Tot de volgende keer bij F2021. Ga verder met My Team Career Mode.